Dag iedereen. Ik ga weer iets maken. Ik ga een incubator maken. Wat is een incubator? Dat is dat hier. Deze hier, ik heb dat. Ah ja, dat is om eieren uit te broeden. In een incubator, zeggen ze daar tegen. Ik heb hier nog een kist staan. Ik ga je dat eens laten zien. En dat was een kist van een tweeter. Van een tweeter, stak een tweeter in. Zo'n een hele straffe, zo een klapper. Gewoon niet dat ze de oren naar de knoppen hadden. En wat ga ik daarmee doen? Ik ga daar een incubator van maken. Voor eieren uit te broeden. Daar zit de gele. Ja, om eieren uit te broeden. Hoe ga ik dat doen? Ik ga hier van voren een ventilator plaatsen, zodat de lucht kan rondgeblazen worden. Een plankje hierin met gaten in, zodat we van de eieren zelf omdraaien. Wij zijn grote mensen, wij zijn geen lerken. Hè? Moeten we wel een maand lang, alle dagen, twee keer op een dag. Is omdraaien. Ja, maar dat is geen probleem, we hebben dat nog eens gedaan. Het is ons gelukt en daar is Pieteke uitgekomen. Pieteke, dat is de kip die mijn bier uitdrinkt. Ja. Maar ik had graag een keer een gans gehad. Een gans, je weet als je een gans van kleins af aan kunt grootbrengen. Hè. Als jij de eerste bent, dan is die gans van u en dan is die tam. Dat is de bedoeling, hè. Want wij hebben daar vijf ganzen lopen, maar die zijn zo tam als mijn twee voeten. Hè? Maar zo tam zijn die ook niet, hè? Want die lopen met mij rond. Dus, wat gaan we doen? Ik heb hier een lamp. Hè. De meesten hangen daar een gewoon lamp in, ik niet. Ik heb zo een speciaal lamp voor beesten warm te houden. Nu, dat houdt de beesten warm, dat is ons al altijd gelukt. Dat is niet waar, dat is maar één keer gelukt. Dus wat moet ik doen? Ik ga dat hier op een verhoofdje zetten. Hier komt een ventilator aan. Dat is de ventilator, die ga ik hiervoor zetten. Daar komt een Dixie-controller in. Een Dixie, dat is zo. Hoe is het? Ik zal hem eens rap gaan halen. Een LEWEL, zo'n controller. Wordt gebruikt voor frigels, maar kan ook gebruikt worden voor de warmte in deze spullen. Voor deze, te regelen. Dus zodanig dat de ventilator aanspringt wanneer dat het te warm wordt binnen. Zo, ik moet dus in die plank moet de gaten inkomen zodanig dat ik daar zowel eikjes kan inzetten als eikjes. Hè? Dus eikjes. Dat is wel echt eikjes, hè? Daar heb ik nog kak aan. Dat is eikjes. Dat is een ei. En dat is eikjes. Enfin. Moet ik dan ook. Ah ja, oké. Okay. Dus moeten we dat een beetje zien? Ja, dus een, zo over het weer. Hier een gewoon ei, hier een dikke ei, hier een dunne ei, hier een dikke ei, hier. Nee, dat zou zo niet zijn. Hier een dikke ei. Hier een dunne ei. Hier een dunne ei. Hier een dikke ei. Hier een dunne ei. Ik ga daar gaten in boren, hè. En dan gaan we het zien. Met die boor voor de kleine eitjes. En met een andere boor voor de grote eitjes. Maar het zal niet waard zijn. Eentje. Laten we toch maar eens proberen. Nou, klote zeg. Dit is dat stikje. Die kan daarin. Ja, door de schoenen en zo. Hè. En dan zo.
Een busje een beetje zo. Moet wel lukken. Zo, gaatjes geboord. Genoeg. Deze is voor de dikke eieren. Zo, kun je die een keer omdraaien ook. Kun je ze plat leggen ook. Hè. Dus die gaan toch niet recht lopen. Zie, kijk. Is goed, hè? Wow. En de andere is voor de kleine eikjes. Dat ik had natuurlijk weer. Hij heeft niet te goed gedaan. Zo, dat is voor de kleine eikjes. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dus, kijk hoe mooi dat dat allemaal afgescheurd is. Hè? Ja, goed. Ja, heb je het gezien? Nee? Oké. Wat ga ik nu doen? Ik heb hier al twee plankjes in staan. Ik ga die op die plankjes monteren. Zo. Hè? Want hier van voor komt er nog een plankje tegen. En dat plankje is voor de ventilator. En wat ga ik dan doen? En hier bovenaan hè, ga ik een plexiglas zetten. Dat we kunnen zien wat dat we kunnen zien wat er te zien is. Ja? Zo, het is gebeurd. Wat heb ik gedaan? Ik heb de ventilator erop gezet. Daar een kistje van gemaakt, zodanig dat dat daarin kan. En ik heb dan toch maar van onder ook nog open gelaten. Zodanig dat daar toch wel wat luchtstroom kan zijn. Zo ver zijn wij al. Oh ja, ik heb. Jij bent daar niet aan bezig, hè? Ik ben daar aan bezig. Dus. Wat gaan we doen? Ja, dat gaan we dan doen. Zo, wat heb ik gedaan? Ik heb daar een gaatje ingemaakt in die plexi. Die plexi komt hiervoor. Omdat die eigenlijk toch al op hoogte was. Van, was op de hoogte van de gang van zaken. Nee, dus het maat was al juist goed. En dus ga ik dat zo open doen, hè, dat je daar zo in kunt. Of ik ga dat... Zo open deur, dat je daar in kunt. Dus dat zien jullie dan wel zelfs. Van gedacht veranderd. Die lamp, dat is een broedlamp en ik heb zo wat op het internet zien kijken en doen en zo van alles. En ik heb hier nog een weerstand. En ik ga die gebruiken voor dat hier te verwarmen. Ga die naar van boven. Zetten op een plaat en die gaat moeten verwarmen, want je hebt hier een algemene warmte nodig en geen stralingswarmte, dus dat gaat niet goed uitkomen. Dus moet ik deze erin zetten, dus een ijzer plaatje, gaatjes boren en je ziet dat ik al hard gewerkt heb. Zo, de sleutel kunnen al, hè. Kijk, hè. Dat is een echte, hè. Oeh. Ja, dus. En kat is geen dus. Dus ik heb gedaan wat ik gezegd heb. Ik heb die weerstand op een plaat gemonteerd. Die plaat ga ik onderaan bovenaan in het toestel plaatsen. In de dingen hier. En die ga ik hier van onder inhangen. Zo. En ja, gewoon inhangen met een paar vijzen. Aansluiten en 1300 watt is misschien wel wat te warm. Zien we wel. Als de eitjes niet uitkomen, zijn ze in elk geval al klaar om te consumeren. Het is niet de bedoeling, maar je weet maar niet. Goed, dat is het volgende. Dat daarin ophangen. Gewoon met een paar vijzen, dat hangt daarin zo aan aansluiten en het is in de zakjes en we kunnen beginnen met een hele trek. Ik heb die Anywell ingebouwd in een kistje dat ik nog had.
En dan gaat hij van boven op komen. De weerstand gaat door geregeld worden. Dit is de ventilator. Die gaat aanspringen wanneer het moet. Dus zo zou dat moeten zijn. Hopelijk. Dus de weerstand moet afspringen. De ventilator moet aanspringen. Dan gaan we een keer uitzoeken hoe we dat gaan doen. De zonde heb ik hier van onder, achter, onder ingestoken. Ah, je ziet niks. Ja, maar wacht, dan ga ik dat dan een keer afwakker staan. Dus, ah nee, los. Dus, de zonde heb ik van achter ingestoken. Voilà, voilà, hier blijven we. De verwarming steekt hier, aangesloten in het kastje met en nu wel met een schakelaar voor alles af te zetten als er een keer iets moest zijn. Zo, ja. Gereed voor eikenschond ontdooien. Nee, we zien wel.